Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben vandaag echt zo laat naar bed gegaan. Ik kon gewoon niet naar bed gaan. Omdat ik heel graag Twilight wil afkijken. Dus ik heb eigenlijk het laatste gedeelte ook gelijk gekeken. En ja, nu heb ik dus helemaal geen film meer om naar te kijken. Ik vond het echt heel erg tof. Maar ik heb dus echt niks meer te kijken op Netflix. Maar het was wel echt heel erg tof. Ik vond de eerste gedeelte het vetste, dat ze elkaar gewoon ontmoeten. En het laatste gedeelte. Ik ben nu helemaal obsessief met vampieren en dus ik vind dat echt heel erg irritant. Dus werd ik vandaag wel echt gewoon super vrolijk wakker. Ik had gisteren nacht dat ik dus lopen schoonmaken en ik heb dus helemaal geen vaat meer. De vloer is lekker schoon en het ruikt zo lekker thuis. En ja, dan word je toch vrolijker wakker ofzo. Het helpt wel, dus ik ga vanaf nu gewoon echt alles weer heel goed bijhouden om het, ja... Je krijgt van binnen ook rust of zo als je huis is schoongemaakt. Dus dat ga ik nu proberen bij te houden. En vandaag, als ik terug heb van mijn afspraak, ga ik proberen om weer even de wasjes bij te houden. Even weer alles weer lekker erin flikkeren en ophangen. Ik ga nu even snel dit fixen. Ja, trouwens, dit kale kopje gaat binnenkort weer weg, want het is vandaag dinsdag. Donderdag heb ik een afspraak voor Wimper Extensions. Maar ik ga voor het natuurlijkste van allemaal. Gewoon one by one en bijna de kortste. Gewoon, dus het wordt heel erg natuurlijk. Maar ik wil het wel heel graag op mijn citytrip. Ik ben me aan het klaarmaken. Maar ik vroeg me dus wat af. Want ik keek net naar mijn kanaal. En toen dacht ik van, nou ja. Het ziet er niet echt wauw uit of zo. En dan heb ik het eigenlijk vooral over mijn thumbnails. Want dat zijn gewoon eigenlijk beelden vanuit... mijn vlog. Ik maak niet speciaal een thumbnail ofzo. Ja, ik steek daar gewoon geen tijd in. Omdat ik denk van, tenminste, dat is wat ik heb bij mensen. Van, ik kijk toch altijd vlogs naar mensen die ik leuk vind. Ongeacht thumbnail of titel. Maar nu wil ik aan jullie vragen van, vinden jullie dat ik meer tijd moet nemen om thumbnails en zo ook wat mooier te maken? Dat ik echt zo'n thumbnail in elkaar ga zetten. Want ja, mijn kanaal is nu best wel, zeg maar, droog. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer tof. Dat ik daar niet echt, zeg maar, moeite voor doe. Ik kom met mijn afspraak. Ik ga even mijn nagels opfrissen voor mijn citytrip. Maar ik ben een beetje aan de late kant, dus ik ga even opschrijven. Net klaar met mijn nagels. Ik heb echt super warm. Ik ben met de trap naar boven gelopen. Even kijken. Ik wil je nog even mijn Primark trui laten zien. Die ik gisteren heb gehaald. Dat is deze. En ik had gezworen dat ik geen neon zou dragen. Maar ja, het gaat om een detail. Ik heb deze gescoord van een Primark voor 3 euro. 5 euro max of zo. Ik weet niet meer precies. Want ik had een paar truitjes gehad. Maar ik vind dit echt zo leuk. Maar ik wil jullie dit eerst even laten zien. Want mijn nagels zien er vandaag zo uit. Ik ga helemaal stuk. Oh. Ik wou eerst eigenlijk gewoon voor heel natuurlijk gaan. En toen zat ik daar op een gegeven moment. Toen zei die nagelstylist. Ik had vandaag een andere van. Ja, als je toch voor een citytrip doet. Doe dan gewoon lekker gek. En toen ben ik met dit naar buiten gekomen. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. En het staat gewoon echt super gaaf ook bij mijn trui. Ik vind het echt wel cute eigenlijk. Ik wil wel wat hebben. Vooral voor een citytrip is het gewoon echt leuk. Ja. Ik vind het wel leuk. Wat vinden jullie hiervan? Oh, ik vind het wel echt cute. Ja, ik weet niet. Ik heb er geen spijt van. Ik weet altijd met dit soort dingen. Dat ik zeg maar na een dag denk van, what the fuck heb ik gedaan? Maar ik vind dit voor nu wel even leuk. Thank you Deluxe Nails & Spa. In Rotterdam Centrum. Naast Simitsarayi. Ik heb nog steeds niet ontbeten. En ik heb echt zo'n erge trek. Oh. Ik stil naar mijn nagels te kijken. Het is echt leuk. Het wordt echt een heel irritante vlog volgens mij. Maar ik heb echt trek gewoon. Ik ga onderweg even een gezond snackje halen. Net thuis. Ik vloog echt bijna weg buiten. Niet normaal. Ik ben even langs de zaden geweest. Een paar leuke dingetjes gehad voor onze citytrip. En ik heb nog even boodschap gegaan bij de Jumbo. Ik heb echt zoveel trek. En toen vond ik dus deze bij de tapasafdeling. En dus American filet. Filet American speciaal met ei. Ik heb hier echt zoveel zin in. Zo, heerlijk mijn pyjama en badjas aan. Ik heb lekker snacks voor mezelf gemaakt. Dit is mijn eten voor nu. En ik ben even thee aan het zetten. Lekker. Ik ga even genieten. Ik heb even een half uur speling.
om lekker te gaan eten op mijn gemak. En daarna gewoon koken. Ik ga gewoon iets heel simpels maken voor Nesje. En dan is Nesje er en dan gaat hij even eten. Hij heeft echt heel veel trek, want hij is zijn pinpasje vergeten. Dus hij heeft gewoon de hele dag door gewoon niks kunnen eten buiten. Dat is wel echt sneu. Dus ik ga wel ervoor zorgen dat ik echt op tijd zijn eten heb bereid. En lekker mijn worstjes aan het bakken voor Nesje. Met tomatenrijst. Thuis en eten is klaar. Lekker hoor, Nes. Lekker op de bank liggen. Tenminste, Nes is een slauw gevallen. En ik heb even een film uitgekost. Ik even je gaan kijken. Wij gaan straks als het goed is sporten. Als deze op tijd wakker wordt. Wij gaan snel even naar de supermarkt. Want we willen lekkere, gezonde snacks. En ik heb mijn pino in handen. Woehoe! Wij hebben gelijk even gekeken in de post. De books. Ik had twee boeken besteld, namelijk zo'n bucketlist boek. Het bucketlist boek. Eentje heet gewoon, ja, bucketlist voor koppels. Die wou ik voor mij en Nes zien. Nee, eentje heet het bucketlist, een boek voor op reis. Ja, het is een bucketlist voor op reis. Dus het is echt gewoon... Mag erin kijken? Ja, tuurlijk. Maar ja, dit gaan we nog allemaal met jullie doornemen later. Nou, doornemen. Al liftend je vakantiebestemming bereiken. Ja, dat weet je dat we dat niet gaan doen. Ja, oké, er zijn sommige dingen die we echt niet gaan doen. Maar er zijn heel veel leuke dingen in. En we gaan op vakantie wel een paar ervan doen. Elkaar volledig bedekken met pannenkoek. Nou, dat vind ik wel leuk. Wij zijn net weer thuis van de Jumbo. We hebben even wel een paar snacks gedaan. Ik vind het altijd zo fijn, want Jumbo is altijd veel langer open dan Albert Heijn hier in de buurt. Ik heb blauwe bessen gehaald. En Nessie heeft meloensalade gehaald. En Nessie neemt nooit één stuk fruit, hij moet er altijd meer. En hij heeft granaatappelpitjes gehaald. Dat is ook veel. En we hebben chocola gehaald voor Nessie. Pure chocola met 72% chocola. En het grappige is, Nessie had eigenlijk helemaal geen pure chocola. En nu door mij wel. Maar hij is begonnen met 70 en hij eet nu 72. En voor mij 85%. Zoals ik net in de auto zei, heb ik dus twee boeken besteld. Dat zijn deze twee. Ik wil eigenlijk gewoon sowieso voor deze gaan. Het is een bucketlist voor koppels. Er zijn echt superleuke dingen doen. Superleuke dingen in. En die wil ik eigenlijk allemaal gaan volgen. Er zijn echt superleuke dingen in. De leukste vond ik echt van... dat je je eerste date moet overdoen. Ja, dat is toch echt lachelijk dat je zeg maar echt je eerste date helemaal gaat overdoen. Ik kan me daar echt helemaal niks meer bij voorstellen. En wat je dan echt op je eerste date 7 jaar terug. Inmiddels bij ons deden, ja, dat doen wij eigenlijk helemaal niet meer. Maar dat is echt lachen. Dus hier heb ik echt zin in. En toen ik deze bestelde, zag ik dus dat er allemaal andere bucketlisten, bucketlistboeken waren. Waaronder deze. En deze is voor reizen. En aangezien we best wel... vaak reizen, citytrips doen en dat soort dingen, dacht ik van, nou ja, dat is ook wel leuk om gewoon mee te nemen op reis. Misschien zitten er leuke dingen in en dan kan ik het ook allemaal afvinken. Nou jongens, laatste snackje van de dag alweer. Ik heb hier echt zin in. Dit is volgens mij echt een van mijn saaiste vlog gewoon ever. Ik weet niet, ik heb er vandaag niet echt om te praten bij of zo. En normaal gesproken heb ik gewoon heel veel... te vertellen en te melden en zo. Dat heb ik vandaag gewoon niet. Maar wat ik dus tegenwoordig doe voor het slapen gaan. Is als ik nog op een bank ben. Dat ik mijn gezicht al vooraf een beetje ga reinigen. Zodat ik alleen maar nog een beetje mijn gezicht hoef te wassen als ik ga slapen. En ik dan gelijk naar bed kan. Anders moet je nog heel veel doen. Gezicht reinigen, dit, dat. Daar heb ik geen zin in. Op de bank, ja... voordat je gaat slapen, zit je op de bank eigenlijk toch alleen maar onzin te kijken. Of een film, weet ik veel wat. Denk ik van, dan kan je net zo goed hier gewoon lekker op de bank doen. En dan ben je zo goed als klaar eigenlijk. Dus dat ga ik nu doen. Zo, ik kom net uit de douche. Ik heb heerlijk gedoucht. Oh mijn god. Oké, ik ben nu wel echt een overdreven spook. Oh, ik heb echt zo lekker gedoucht. Niet normaal. Ik ga gewoon even nog lekker met Nes op de bank zitten. En dan is onze avond ook weer klaar voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Als ik tijdens het editen achterkom dat dit echt een te korte en een saaie vlog is, dan zal ik hierna nog een vlog eraan plakken. Maar dat zie je dan wel. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.